is les 4. Vorige les hebben we een stilleven opgesteld met een theepot, een kopje en een appel. Simpele voorwerpen, goed om mee te beginnen. Vandaag gaan we het ietsje moeilijker maken. We gaan met bloemen beginnen. Bloemen zijn natuurlijk bij uitstek het materiaal voor degene die een aquarel wil maken. Prachtige kleuren, mooie vormen, heerlijk om te doen. Koop je bloemen 1 of 2 dagen van tevoren. Dan staan ze mooi open en zijn ze op hun best. Die dichte knoppen zijn niet zo handig soms. Kies een paar mooie exemplaren uit en schik ze met zorg in je vaas. Zorg ervoor dat er eentje naar je toe is. Maar het is ook altijd leuk als je 1 bloem van de achterkant te zien krijgt. Zorg voor een mooie rustige achtergrond bij bloemen. Die hebben natuurlijk al genoeg van zichzelf. Die hoeven niet nog een hele felle achtergrond. Ik heb gekozen voor een donkere achtergrond. Dan komen die gele kleuren mooi uit. Ik ben wel tevreden hoe het staat zo. En dan is het tijd voor de schets. Altijd goed om een beetje dun te beginnen met tekenen en dan naderhand wat dikker te maken als je het zeker weet. Ik ga nu gelijk wat dikker tekenen, dan is het wat beter te volgen voor u. Het gaat natuurlijk om de zonnebloemen, dus daar ga ik mee beginnen. Ik teken de bloem die naar mij toe staat het eerst, want die is het belangrijkste, het is een hart. Ik ga niet alle blaadjes die die heeft eromheen tekenen, maar ik geef ongeveer aan waar die komen te zitten. Ik ga gelijk mijn tweede bloem opzetten die ik van opzij zie. Die zit hier een beetje boven. Ik let er wel gelijk op dat de steel ook goed uitkomt bij de steel van de andere bloem. Want ze moeten zo meteen samen in de vaas kunnen. En dat is een probleem wat veel voorkomt. Dat je de stelen tekent en dat ze niet meer bij de vaas kunnen komen. Dus let daarop. De opening van de vaas zie je natuurlijk niet helemaal omdat de stelen ervoor zitten. Die teken je toch maar even gewoon door de stelen heen. Dan kan je straks een beetje gummen, maar niet te veel. Want dan wordt het papier te vet. Het is niet erg als het een beetje van de compositie afvalt hier en daar. Dat is veel beter dan dat het geheel te klein wordt. Het geeft juist iets dynamisch als het uit het papier breekt. Zit daar nooit over in. Het hoeft er niet allemaal op te passen. Ik heb gekozen voor een donkere achtergrond. Die ga ik straks met verf opzetten. Daar doe ik in mijn schets niks aan. Wel zet ik nog iets van de tafel erop. Want het geeft net straks een leuk rood puntje in mijn aquarel. En die geef ik ook nog even aan. Ik denk dat dit wel even genoeg is voor mijn schets. En dan ga ik zo snel mogelijk met verf beginnen, want daar gaat het om. We gaan met de kleur beginnen op de schets. Ik heb op mijn palet wat verf genomen. Ik heb citroengeel, ik heb cadmiumgeel, ik heb okergeel. Ik heb rood voor mijn tafelkleed. Ik heb blauw ultramarijn genomen. Altijd nodig op ieder palet. En ik heb ook een wat koeler donkerblauw genomen, Pruisisch blauw. Ik heb Payne's Grey genomen, een donkere grijs waarmee je kleuren kan afzwakken of verdonkeren. En ik heb een beetje bruin genomen. Dat is eigenlijk genoeg. Omdat het bij zonnebloemen gaat om het geel, begin ik met het geel te mengen. Daar ga ik de gele blaadjes van de bloemen mee opzetten. Ik begin met mijn achterste bloem. Daar zie ik niet zo gek veel gele blaadjes van. Ik ga niet proberen om ze allemaal te schilderen. Dan word ik gek. Ik ga ze grofweg hier en daar aangeven. Aquarelleren is vaak een kwestie van het aangeven van dingen. Je kan nooit alles schilderen. Grofweg de blaadjes. Ze staan aan de onderkant een beetje anders dan aan de bovenkant. Dat soort dingen zie je pas als je goed naar je bloemen kijkt. Iedereen denkt, een zonnebloem, die ken ik wel. Een cirkel met wat puntjes eromheen. Maar als je goed kijkt naar de realiteit, is het toch weer een beetje anders. Dan ga ik beginnen aan het groen. Groen meng je het liefst zelf met ultramarijn en bijvoorbeeld citroengeel. Je kunt groen ook in de tube kopen. Maar ik meng het altijd liever zelf. Want groen uit de tube is vaak erg hard. Ik ga eens even beginnen met de lichte stelen. Altijd belangrijk dat ze goed uitkomen in de vaas. Van de zonnebloemen zie ik ook nog een paar bladeren. Hier zie ik een blad. Het moet een beetje los en makkelijk eruit zien. En hier zie ik ook nog een blad van de zonnebloem. Die zet ik er ook grofweg even in. Dat is genoeg zonnebloemengroen. Nou ga ik nog mijn aandacht besteden aan het grote vingerblad op de achtergrond. Dat is een achtergrondblad, dus daar ga ik een iets donkerder groen voor mengen. Dan steekt het mooi af tegen de zonnebloemen. En dat is de bedoeling. Het vingerblad
Vingerplantblad staat op de achtergrond, dus het is iets minder belangrijk. Ik vul het grofweg hier en daar in. Maar ik ga echt niet ieder baantje doen. Dan word ik helemaal gek en bovendien verliest dan de aquarel zijn spontane karakter. En eerlijk gezegd is dat toch wel het mooie van aquarellen. Als ze eruit zien alsof ze heel vlot en heel snel gemaakt zijn. Nou, daar heb ik mijn vingerblad er grofweg achter gezet. Nogmaals, het moet allemaal niet heel precies. Want het is de eerste laag van de schets. Mijn vaas staat er niet helemaal op. Maar die ga ik er nu toch bij maken. Hier moet ik een beetje de werkelijkheid naar mijn hand zetten. Dat wordt erg donker, dus ik voeg wat water toe. Het is tenslotte aquarel. Wees niet bang voor water, maar doe ook weer niet te veel water. Het droogt altijd veel lichter op. En dan ben je teleurgesteld, want dan dacht je dat het een mooie kleur had. En dan wordt het droog en dan is het vreselijk bleek geworden. Nu is het tijd voor de achtergrond. Die wordt echt donker. Daar heb ik voor gekozen om een donkere achtergrond te nemen om de bloemen extra uit te laten komen. Voor de achtergrond ga ik een iets grotere kwast nemen. Een lekkere brede aquarelkwast zoals deze met een dun puntje. Is heel geschikt voor de achtergrond. Dan ben ik snel klaar met invullen. Heeft de verf geen tijd om op te drogen. Schrik niet dat het donker is. En ga vlug met grote halen de achtergrond erin zetten. Het hoeft weer niet allemaal dicht geschilderd te worden. Let ook op dat je niet direct tegen je vormen aanschildert. Dat geeft het een vast en dicht karakter en dat moet een aquarel niet hebben. Ik heb mijn eerste laag even laten drogen en nu ga ik beginnen aan de tweede laag. De kunst is nou om dezelfde werkwijze een beetje te behouden, om het grof te doen, om het niet te fijn te gaan doen, om niet te veel te gaan prutsen. En ook heel belangrijk is nu om het beetje wit dat erin zit, dat te behouden. Ik pak gelijk het hart van mijn zonnebloem aan, want ik heb gezien dat in het midden van het hart donkerder is dan op de rand van het hart. Dus dat ga ik gelijk even toepassen. Hier zitten ook nog een paar hele donkere stukjes. Die neem ik gelijk even mee. Toevoegen van donkere kleuren maakt dat hij meer gaat spreken. Nu is het tijd om te kijken naar mijn achtergrond. Daar geldt ook voor, schilder niet de hele achtergrond over. Misschien is het goed om een enkel stukje even wat te verdiepen, een vorm te verbeteren. En dat is dan genoeg. Dat ga ik ook doen. Ik meng wat achtergrondkleur bij. Dit is wel een mooi diep bruin. En dan ga ik achter mijn vaas wat donkerder maken, want dat is goed. Dan lijkt het net of er een soort schaduw op de muur geworpen wordt hier. Een beetje bruin kan ook geen kwaad. Schilder weer niet te net. Het is de kunst om aldoor overal tegelijk te proberen bezig te zijn. Ga niet één hoekje, één bloem helemaal uitwerken en kom dan pas weer terug aan het geheel. Probeer aldoor, als het ware, met je kwast overal te zijn. Het is weliswaar een rood kleed, maar ik ga de werkelijkheid weer naar mijn hand zetten. En ik maak het rode kleed paars. En nu moet ik enorm oppassen dat ik niet te lang doorga. Ik kijk nog even heel kritisch of ik nog iets mis. Een enkel rot plekje op een blad is misschien leuk. Want niet alle bloemen zijn perfect. Schilder ook eens een bloem met een rottig blaadje of een bloem die een beetje aan het verleppen is. Erg leuk om te doen. Dit is nog een beetje donkerder. Dat pas ik allemaal nog even aan. Een belangrijk punt van aquarelleren is het vermogen om op tijd te stoppen, niet te lang door te gaan. Dan smeer je hem helemaal dicht, dan verlies je al je wit. Dan verlies je al je speelsheid, al je levendigheid. Juist datgene waarom een aquarel zo leuk is. Dus verlies je niet in het zetten van heel veel kleine extra toetsjes. Probeer echt gewoon op tijd op te houden. En ik denk dat ik dat nu maar doe.
zijn mijn zonnebloemen. Tip van deze keer is, kijk echt naar je bloemen. Iedereen weet hoe een zonnebloem eruit ziet. Maar als je in de werkelijkheid goed kijkt, blijkt het toch net weer een beetje anders te zijn. En dat heb je nodig als schilder. Volgende keer gaan we weer een bloem doen, maar dan op een heel andere manier. We gaan direct een lelie op het doek schilderen, zonder schets. Tot dan!